pakketje binnen, want ik heb bikinis besteld. Ja, dat is waar ik nu mee bezig ben. Maar abonneer op deze mooie dame. Doe het! Goedemorgen, het is vandaag maandag en de meivakantie is weer voorbij. Dus ik ga vandaag weer naar school. Ik heb een hele lange dag, tot ongeveer 5 uur denk ik. Dus ik ben pas 5:30 thuis. En ik ga nu even mijn spullen inpakken en dan ga ik naar school. Wie houdt er nog meer van maandagen na de vakantie? Ik niet. Ik kom net uit school en ik ben klaar. Het is 5 uur en ik ga nu naar huis toe. Ik ben al eventjes thuis. Ik heb net avond gegeten. En volgende week op school heb ik een deadline voor mijn collectieplan. Want ik ben nu bezig met een collectie aan het ontwerpen van een kledinglijn voor Eastpak. Dus zeg maar gewoon een opdracht. Het is niet echt zo. Ik ben niet echt een echte collectie aan het ontwerpen. Maar we doen zeg maar het echte leven na. En ik ben nu bezig met ontwerp aan het maken. En dat doen we allemaal in Illustrator. En dat is best nogal een werkje. En we moeten heel veel met ons groepje afspreken. En maandag moeten we dit hele collectieplan inleveren. En dan moeten we ook de goede kleuren hebben, de goede stoffen. Er moet heel veel geregeld worden. En bij elkaar, het is wel een hele leuke opdracht, maar best wel veel. En als we dat hebben ingeleverd, dan gaat iedereen een kledingstuk van de collectie maken. Dus echt met de naaimachine. Kijk, ik heb nu hier 3 sweaters in verschillende kleurtjes. En hier 3 overhemden. Die heb ik allebei gemaakt. En ik heb ook nog een broek. Maar die moet ik dus nog inkleuren en afmaken. Ook moeten alle ontwerpen bij elkaar passen. Dus met ons groepje hebben we overal bijvoorbeeld deze details. Nou, zo zijn er nog wel meer dingen. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Omdat ik zo druk ben, kan ik niet zoveel op school filmen. En dat vind ik wel erg jammer. Maar laat ook zeker eventjes in de reacties achter. Als jullie bepaalde dingen willen weten over het Amfi. Want dan kan ik dat vertellen of laten zien in de vlog. Want misschien zijn jullie wel benieuwd hoe de school er precies uitziet. Of ja, ik weet niet. Vertel het maar en misschien komt het in de vlog. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb net even ontbijt gemaakt. En ik dacht, ik ga even laten zien wat ik meestal mee naar school neem. Want ik neem meestal zelf gewoon mijn lunch mee naar school. Dat doe ik eigenlijk al heel lang. Want ik vind het heel erg lekker om iets op school te kopen in de kantine. Maar dat is zoveel duurder dan als ik zelf iets meeneem. En als ik gewoon 's avonds bij de supermarkt iets haal. En dat 's ochtends klaarmaak. Dan heb ik een super lekkere lunch. En betaal ik veel minder dan in de kantine. Dus daarom dat ik dat doe. Ik koop ook wel eens iets in de kantine. Maar dat doe ik echt als ik in tijdnood ben. Dus ik heb gisteren een Italiaanse bol gekocht. En ik heb roastbeef. En ik ga eventjes mijn lunch klaarmaken voor vandaag. Neem ik dit dus mee. Een Italiaanse bol met roastbeef. Een mandarijntje. Een stukje komkommers en een banaan. En soms neem ik ook gewoon nog wat koekjes mee. Extra als ik nog honger krijg. En dan een flesje water. En ik neem niet altijd zo'n broodje mee. Ik heb ook wel eens gewoon boterhammen mee. Maar het liefst heb ik een lekker broodje. Ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb dit aan. Een trui van de Primark. Blouseje van de H&M. Een broek van de Topshop. Sokjes van de Topshop. En Adidas Stan Smith. En ik moet altijd superveel spullen meenemen naar school. Dit valt nogal mee. Maar eigenlijk wilde ik nog iets meenemen. Maar dat past niet meer. Dus ik mag weer lekker tillen. Hashtag Amfilife. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik zit hier gezellig met Loesje. En ik had een hele lange dag op school.
En nu ben ik lekker een broodje kroket aan het eten en een salade. Ja. Wil jij ook nog iets zeggen? Nee. Nee, dat is duidelijk. Ik heb een pakketje binnen, want ik heb bikinis besteld. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik wil echt nu openmaken. En ik heb net even de bikinis gepast. En deze is echt heel erg leuk. En hij zit perfect. Bij mij zitten bikinis heel vaak niet zo goed. Maar echt, deze is zo leuk. Hij is van het merk Watercult. Ja. En ik heb hem bij de Weekamp besteld. En ja, hij is echt zo leuk. Kijk, hij is dan ook zo'n leuk stofje aan de binnenkant. En dit is ook leuk met zo'n bandje eraan. En van die super schattige touwtjes. Echt perfect. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En de rest, deze was saai en zat niet goed. En dit was echt een flop. Hier zit ook geen vulling in. En dit leek echt een beetje op een oma ding. Het zag er niet uit. Dus ik ben heel erg blij met deze. Want ik heb eigenlijk ook dit besteld om deze. En toen heb ik er ook nog maar wat bij gedaan. Dus hele goede koop. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik hoef vandaag niet naar school. Ik moet wel wat dingen doen voor school. Want het is de week voor de deadline. Of course. Maar ik ga vanmiddag eventjes de stad in met Jeffrey. Heel erg veel zin in. Maar nu ga ik even ontbijten. En omdat ik toch vrij ben, kan ik misschien een leuk ontbijtje maken. En vorige week maakte ik van die gezonde wafels. Die waren heel erg lekker. En nu wil ik eigenlijk wel een keer een mukcake gaan maken. Want ik zie dat heel veel mensen dat doen. En het schijnt heel lekker te zijn, maar ik heb echt geen idee. En ik heb alle ingrediënten in huis. Dus ik ga het maken. Ik ga uit Pauline's keuken deze havermout mukcake maken en daar zit dit in. Echt niet of dit iets wordt, maar we gaan het proberen. Zo ziet het eruit. En mensen doen het altijd op een bord. Dus eens proberen. Jeetje. Ik vind het wel een wonder. En ik heb nog wat banaan. Dat kan ik erop doen. Zo, de lens beslaat helemaal. En dan ga ik het proeven. En ik heb net die mukcake gegeten en ik weet niet helemaal wat ik er precies van vind. Maar het was wel lekker. Ja. Maar je moet wel van havermout houden en ik moest wel even wennen. Maar ja, het was wel lekker, dus misschien wel voor herhaling vatbaar. En daar is Jeffrey. En we zitten nu bij de Bagels & Beans. En we hebben best wel honger. Dat doet geen honger. Nou ja, niet zo aanstellen. Maar er is nog geen eten. En eet smakelijk. We zijn in de stad en ik wilde een trui kopen, maar ik mag eigenlijk geen kleding kopen. Maar ik kon ook nergens een normale trui vinden. Dat is een beetje jammer. En wij zijn alweer aan het eten. Ik heb natuurlijk alweer mijn joggingpak aan. Dit is mijn vest. Klopt. Staat je oog. Heb je goed gezien dat het jouw vest is? En wij eten falafel en het is de eerste keer dat wij falafel eten. Mm-hmm, ben benieuwd. Het is niet de eerste keer dat we eten. Maar nee, dat zeker niet. Nee. Het ziet er nu niet zo heel boeiend uit, maar volgens mij is het echt wel lekker. Echt lekker, ja. Ja? Mm-hmm. Oké, okay, goed zo. Iets smakelijk. Ja. Het is nu 10:00 en ik moet nog een patroon gaan tekenen. Ik ben best wel moe. En wat je hoort is nu de printer. Maar ik moet nu nog even wat gaan tekenen. Want ik ga een zwembroek maken. En die heb ik in het klein getekend. En nu ga ik die op een groot patroon tekenen. Dus
Dat ga ik nu eventjes doen. Nou, het is vandaag donderdag en over 6 minuten gaat de bus. Dus ik ga heel snel naar school toe. Ik ben net eventjes uit de ortho geweest voor mijn beugel, even voor controle. Maar nu moet ik weer terug naar school, want ik moet met mijn projectgroepje verder. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en gisteren was ik heel erg laat thuis van school. Echt, ik was pas om 8 uur klaar en toen ging ik naar huis en ik was helemaal gebroken. Dus ik heb niet meer gevlogd en ja, nu heb ik lekker geslapen en Jeffrey is hier. En wij gaan zo naar het Amsterdamse Verbond, want het is vandaag bevrijdingsdag. En dit is ons eerste festival samen. Hashtag koppelgoals. Spannend. Nou. Heb je er zin in? Ja, ik heb heel veel zin in. Ja? Het is alleen wel een beetje koud. En vorige week zei ik nog dat ik liever niet naar een festival ging als het koud was. Maar vandaag... Ik kan niet anders. Doe ik dat wel. Ik moet. Ik heb een trui aan met een sjaaltje. En daaronder heb ik nog een lange mouwen shirt. Ja, wij gaan er zo naartoe. Yay! Zo. Ik weet niet naar wat voor festivals jij gaat, maar... Hippie, ik ben hippie. Hippie. Hey.